10! Ik heb maar één hand. 10! Plus 5 is 10. 10 plus 5 is 15, ja, dat weet ik. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag Vlogmas Day 10. Dag 10. Ik heb er super veel zin in. Ik voel me niet veel beter dan gisteren, maar. Ja, weet je. Laat ik er gewoon wat van maken. En ik hou er ook niet zo erg van om het te laten merken. Al zeur ik vaak wel als ik me niet lekker voel. Van, ik voel me niet lekker in huis. Dat hoor je dan nog 10 keer per dag van mij. Ja. Ik ben ook super blij met mijn outfit. Jullie hebben mijn outfit natuurlijk nog niet gezien. Maar ik voel me zo kerstachtig en Christmassy en cozy. Jullie gaan het nu zien. Ik vind het zo leuk. Dit is de outfit. Het is een kersttrui met een kalkoen. Hoe cool is dat? En hij heeft 2 van die stokjes. Van die zuurstokjes. Ik vind het zo leuk. Kijk dan jongens. En daaronder heb ik een grijze broek. Ik heb hier nog een topje onder trouwens. Hieronder heb ik nog een grijze broek. En mijn zwarte laars zit eronder. Ik vind het zo leuk. Alleen hij is wit. En ik ben niet zo erg fan van wit. Maar ik denk dat dit wel meevalt. Moet wel goed komen toch? Ja, vast wel. Ik neem vandaag deze tas mee. Mijn rode tas. Ik zal mijn oortjes even in mijn tas doen. Deze neem ik vandaag mee. Die rit gaat vaak een beetje moeilijk. Maar ja, dat komt wel goed vandaag. Dus dit is de outfit voor vandaag. Ik dacht, laat ik gewoon een rode tas bij deze outfit doen. Dat is wat leuker. Ik moet vandaag natuurlijk ook gewoon naar school. Mijn laatste dag gelukkig. Morgen kan ik gewoon lekker de hele dag op mijn bed hangen. En weet ik het wel. Even mijn slaapkleding wegdoen. Dus ja, ik heb vandaag een hele simpele make-up op. Omdat ik daar niet zo heel veel zin in. Oké. Okay. Die viel hier van alles naar beneden. Wat zei ik? Oh ja, ik heb vandaag een hele simpele make-up op, omdat ik daar niet zo heel veel zin in had. Ja, het is gewoon allemaal heel erg simpel. Wat ging ik zeggen? Oh ja, ik had het over school. Ik zit vandaag niet heel erg lang. Ik kan even spieken voor jullie tot hoe laat ik zit. Waarom heb ik eindelijk berichtjes? Wat de hel? Oké, even kijken. Ik zit vandaag. Laat jullie gewoon gezellig meekijken. Maandag, hier donderdag. Ik heb eerst een uurtje rekenen. Wacht even. Het is wat beter. Ik heb eerst een uurtje rekenen. Daarna heb ik 2 uurtjes persoonlijke zorg. Waarvan 1 uurtje ik mijn EBO-toets. Soort van ga niet inhalen, maar. Ik ga kijken of ik een hoger cijfer voor kan krijgen, want ik had een onvoldoende ervoor. Daarna heb ik een uurtje LB van Jette. Loopbaan en burgerschap. En daarna heb ik een uurtje Nederlands. En zoals je kan zien, vrijdag ben ik vrij. Dit is mijn rooster voor vandaag. En ik zit vandaag tot 2:15, dus dat valt nog best wel mee vandaag. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in vandaag. Ik ga even kijken wat al die 11 berichten zijn op Facebook, want dat snap ik dus niet. In ieder geval ga ik vandaag, ik ga vandaag naar school toe. Ik ga nu snel naar beneden en wat eten. En de adventkalenders openmaken, want dat hoort er ook bij. Mijn thee van gisteravond staat hier nog. Ik had gisteravond, einde van de middag had ik thee gezet. Maar ik ben gaan slapen. Die thee ben ik vergeten. Dus die thee staat hier nog. Dus die ga ik zo even omspoelen. En dan ga ik een nieuwe thee in doen. Goed. Dat ga ik nu doen. Goed. De adventkalender is nummer 10. Waar is nummer 10? 10, 10, 10. Ligt het aan mij of ben ik de enige die het? Oh, hier. Nummer 10. De waterkoker zit trouwens aan daar zo. Mochten jullie wat horen. Ah, nog een poes, een moederpoes. Oh, wat leuk. Dit is echt leuk. Ik vind de adventkalenders altijd echt super cute. En ik heb er echt een tik van om al die dingetjes altijd dicht te doen. Ik weet niet waarom. Ik heb er gewoon een hekel aan. En dan hier nummer 10. Ik hoop dat nummer 10 dit keer groot is. Oh, hier, nee, nog een kleintje.
Ik kwam er dus pas achter. Kijk de achterkant. Hier ergens staat dat het dus hier. New products every day. Ik dacht dat het dus gewoon verschillende dingen waren. Nee, het zijn dan echt alleen maar nagellakjes en zo. En het punt is, ik draag bijna geen nagellak. Dus dat vind ik allemaal weer jammer. Wat is dit dan? Kijk dan. Wat is dit? Een roodachtige topcoat. Dit is apart. Kijk dan. Dat heb ik serieus echt nog nooit gezien. Wauw. Dit vind ik echt heel apart. Ik vind deze tekst altijd leuk. Wat is dit dan? Ombre topcoat. Candy cane lemonade. Ik wil deze eigenlijk wel opdoen. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Alleen mijn nagels moeten dan drogen. En die moet over een kwartiertje, een half uurtje alweer weg. Wauw, ik vind het echt cool. Guess what? I'm back home. ik ben thuis en mijn haar ziet er niet uit. Want het waarde super hard. Echt super hard. Ik heb even wat hamkaasgezangjes voor mijn vader ook gehaald. Ik heb 2 hamkaasgezangjes voor hem gehaald. Ik ben dus thuis, eindelijk. Ik ben vandaag door mijn knie gegaan. Ik heb me verdraaid of zoiets. En daarom, in ieder geval heb ik een verkeerde stap gezet. En daarom doet het nu heel erg pijn. ik ga nu de video editen voor gisteren. Of uploaden bedoel ik. Voor jullie is voor gisteren. En ik ga nog wat schoolwerk doen. En als dat allemaal klaar is. ja, het gaat heel goed in mijn keeltje. Maar niet eens. Als dat allemaal klaar is, ga ik waarschijnlijk weer mijn bed in. Ik ben ontzettend moe. En waarom weet ik totaal niet. Ik ga wel een beetje muziek draaien. Dus ja, dat is in ieder geval wat ik ga doen. Het waait zo hard buiten en mijn handen zijn zo koud. Dat is echt niet normaal. Goed, dat is wat ik ga doen nu. Niet heel veel. Ik ga alleen even wat schoolwerk doen. Want dat moet volgende week dinsdag moet anatomie af zijn. Volgende week donderdag persoonlijke zorg. En met anatomie ben ik als het goed is ook al best wel ver. Hè? Oh. Goed, dus ben ik hier ook best wel ver mee. Dus dat is wat ik ga doen. Welke week ben ik nu mee bezig? Week 3. Oh, dat komt wel allemaal goed, joh. In ieder geval ga ik dat nu doen. En hopelijk ben ik er snel klaar mee dat ik lekker mijn bed in kan. Kijk, persoonlijke zorg. Ik ben nu al bezig aan week 4. We moeten tot week 4 af hebben. Dus dat komt op zich ook wel allemaal goed. In ieder geval ga ik dat nu eventjes doen. Zodat dat in ieder geval meer dan de helft klaar is. En ja, dan hoop ik gewoon dat ik verder gewoon lekker mijn rust kan houden. Ik wil sowieso het weekend echt mijn rust gaan houden. Omdat ik me echt totaal niet lekker voel. Natuurlijk, misschien als we weg gaan, ga ik ook gewoon weg hoor. Daar niet van. Maar ik neem jullie ook gewoon lekker mee. Maar ja, ik weet niet. Ik wil wel een beetje op mijn rust gaan houden. Dus dat is de planning. Meer ga ik niet doen. En ik ben nog steeds bezig. Het is niet normaal hoeveel ik te doen heb. Ik heb inmiddels ook even omgekleed. Gewoon even een simpele outfit aan, trainingsbroek. Een groen slaapshirtje, truitje, weet ik het wat. En een beanie opgedaan. Ik heb nog zoveel te doen. Ik ben nog lang niet klaar met week 3. Ik ben op vraag 7 en ik moet op vraag 21. En dan heb ik ook nog week 4 te doen. En die heeft 11 vragen. Ik heb nog heel veel te doen, maar ik wil dit echt af hebben vandaag. En al moet ik morgen nog een beetje doen, vind ik ook niet echt heel erg.
als ik het morgen dan maar af heb. Dus ik weet niet. Ik weet trouwens niet eens hoe laat het nu is. Ik ben heel slecht in digitale klok. Kijk, heel veel mensen kunnen dit gewoon al lezen. Ik niet, dus ik ga hem wel nog even blokken. En dan kijk ik hier altijd in het klokje. Het is bijna 4:15. Oh mijn god. Ik heb echt nog zoveel te doen. Ik wil sowieso proberen klaar te zijn met dit. Dus week 3. Voor 6:00. Oh en zo'n een meisje uit mijn klas, Kim, die vroeg, die is het ook Kim. Die vroeg of ik volgende week, als het goed is, even kijken wat ze zei. Of ik volgende week mee wilde gaan schaatsen of zoiets. Of me dat leuk leek, maar ik heb een maand of 2 maanden huisarrest. Dus dat is dan me heel jammer. Ik had graag meegewild, dat was leuk geweest. Maar ja, mag niet, dus... Helaas, ik heb zoveel huiswerk. Oh. Nieuwe haarmode. Is het leuk? Niet echt. Ik heb er echt schijt en heel veel mensen in mijn klas zeiden ook van... Oh, je hebt echt lef dat je dat durft. Heel veel mensen durven dat gewoon niet. Maar ik vind dat echt niet erg. Maakt me echt niks uit. Dus goed, ik ga nu verder met dit hier beneden. Waarom klikt mijn camera steeds? Dat is echt gek. In ieder geval ga ik nu gauw verder met mijn werk. Hopen dat alles voor 6:00 klaar is. Geloof het of niet, ik ben eindelijk klaar. Een paar vragen na, want mijn boek ligt nog op school. Ja. En ik moest een paar vragen schrijven uit het boek. Voor de rest heb ik alles van internet gehaald. Oh man, wat ben ik blij dat... ik het nu af heb op een paar vragen na. Maar die kan ik volgende week nog doen. Oh mijn god. Ik ben gewoon serieus de hele middag. Vanaf 2:30 tot... laat me zeggen 4:30. Bezig geweest. Ik ben echt ontzettend moe nu. Wauw. Ik vind dat het nu echt wel eventjes tijd is om eventjes uit te rusten. Ik ga ook even wat drinken. Ik heb hier nog wat drinken van vandaag over. En ik ga heel even tv kijken of op YouTube of in ieder geval iets kijken. Eventjes een beetje tot rust komen. Ik heb ook totaal geen honger. Ik ben hartstikke misselijk. Dus ik weet niet eens of ik ga eten. Dat zie ik wel. Maar in ieder geval ga ik de hele avond lekker in mijn bedje liggen. En ik denk niks doen. Ik denk gewoon wat video's kijken. En dat soort dingen. In ieder geval. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga zelfs onzin lullen nu. Geef deze video een blauwtje omhoog als je hem leuk vond. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. En ik hoop echt dat ik me binnenkort gewoon beter ga voelen. Want dit is echt shit. Alhoewel ik me vandaag ook wel een stuk beter voelde dan gisteren. Maar ja. Ik ben wel blij dat het nu gewoon wel iets beter gaat. En zaterdag gaan we ook wat leuks doen. Moeder en ik. Maar dat zullen jullie wel zien. Doei doeg!